Mijn naam is Onno Reuzing. Ben werkzaam bij Integ Dark Security. Wij zijn een bedrijf wat gespecialiseerd is op het gebied van dijksensoring. En we zijn ook nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen, sensorontwikkelingen van Stichting Eikdijk. Dat is zeg maar het orgaan waar we in Nederland verschillende sensortechnieken hebben ontwikkeld en hebben gevalideerd samen met het Nederlands Kennisinstituut. Een beetje aan te sluiten op de vorige spreker inderdaad. Het gaat inderdaad om een combinatie van sensortechnieken om het probleem van de klant, om daar een oplossing voor te kunnen vinden. Of het probleem, het juiste probleem te kunnen zien. Nou, het zal je niet verbazen, ook wij doen wat met drones. Dit is een drone waarvan de sensorkast door ons is ontwikkeld. Het is een multispectraal sensor waarbij we de combinatie hebben gemaakt tussen thermisch infrarood en visueel. Om verschillende problemen van waterkeringen vanuit de lucht te kunnen opsporen. Dit is geen Nederlands plaatje. Dit is een plaatje in Vietnam. En als het filmpje start, dat doet die, ja, heel goed. Nee. Drone movie. Drone movie. Hij vliegt ongeveer, nou dit is een voorbeeld inderdaad van Vietnam, waar we ook met deze drone hebben gevlogen om deformatie te bepalen van een stuwdam. En ook om overmatige kwel op te sporen van de stuwdam, zeg maar piping. Het is een hele mooie techniek eigenlijk om heel nauwkeurig en vrij snel een goed beeld te krijgen over de beweging van zo'n stuw dan bijvoorbeeld na een storm en de eventuele lekkage van een dam op basis van temperatuurmetingen. En op basis van die temperatuurmetingen, die infraroodmetingen, kunnen we dan de snelheid bepalen waarmee het water door de dam heen treedt. En vervolgens kunnen we bepalen wat is dan het risico dat zo'n wel op termijn dan zand mee gaat nemen. Mag je even naar de volgende? Ja, volgende. Nou, dit is gelukkig weer in Nederland. Dit is een droneopname, een 3D-model van de Hondsbosser en Pettermer Zeewering. Binnenkort een historisch plaatje, want Noorderkwartier is daar bezig met een heel groot versterkingsproject. En wordt eigenlijk vanaf de kust wordt er, ik geloof 300 meter nieuwe duinen in de zee worden er aangebracht. Dus deze kering die heeft binnenkort geen functie meer. Nou, wat kan je daar nou mee met zo'n 3D hoogtemodel? Je kan hem uitprinten. Dit is de dijk op schaal. Dus in feite creëer je daarmee een heel nauwkeurig hoogtemodel van de kering. Hoogtemodel op zich heb je niet zo heel erg veel aan. Waar het om gaat is, kunnen we verschillen detecteren. En verschillen detecteren met name dan bijvoorbeeld in beweging. En kunnen we verschillen detecteren bijvoorbeeld na een storm, dat er bepaalde schade is. Bijvoorbeeld aan de erosieblokken op de dijk zelf. Nou, dat kan je met dit soort technieken kan je dat bepalen als je de metingen repeteert, dus herhaalt. Dit is dan een voorbeeldje van infrarood. Dit is dan een dijk bij Noorderkwartier. Bij Oost-Knollendam langs de Zaan. En met infrarood meten we dan het uittredende water, de lekkage als het ware van de dijk. Dit is dezelfde dijk, alleen dan een stukje verderop. En ook die is 3D helemaal ingevlogen. En wat je hier ziet is een wiel. En een wiel is eigenlijk een plek waar in het verleden de dijk ooit eens is doorgebroken. Hier loopt de Zaan. En
De provincie was bezig daar om de Zaan uit te diepen. En het waterschap was bang eigenlijk dat er hydraulische kortsluiting zou ontstaan met het oude wiel. Vaak ook omdat vanuit het oude wiel vrij weinig informatie bekend is. En men wel wist dat die dijk redelijk instabiel was. We hebben daar verschillende metingen gedaan, onder andere infrarood. Maar met name hebben we gekeken, kunnen we inderdaad met die meettechnieken nou ook vinden, wat is nou feitelijk, waar zit nou het grootste probleem in deze kering? Nou, dat doe je. Wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je in ieder geval ook nodig informatie van de waterbodem zelf. En informatie ook van in de dijk, in deze kering. Nou, om de waterbodem in kaart te brengen, hebben we gebruik gemaakt van een heel klein bootje, een sensorbootje, is samen ontwikkeld met MPEC. We noemen dit de watermap. En daarmee kunnen we vlakdekkend, met name ook voor kleine wateren, kunnen we de waterbodem volledig in beeld brengen. Nou, hoe ziet dat eruit? Het ziet er ongeveer zo uit. Het is een vrij grof model van de waterbodem. Als je die twee combineert, dus het hoogtemodel van de droom en het waterbodemmodel, dan krijg je dus een volledig vlakdekkend beeld eigenlijk van de hele kering. Nou is deze resolutie niet hoog genoeg in dit plaatje, maar wat we dus zagen is dat je hier dus bepaalde kwelgeulen ook in de waterbodem zag. En hier op de dijk meten we ook de meeste zakking. En dan verder met EM-metingen, dus elektromagnetische metingen in de dijk, is op verschillende dieptes is vastgesteld inderdaad dat er doorlatendheid, met name in deze hoek, ook het hoogste is. Dus op die manier heb je eigenlijk gevonden van waar is het grootste risico eigenlijk van overmatige kwel of uitspoeling, intern erosie. Nou, jullie hebben vanochtend gehoord wat voor problemen er allemaal zijn qua regulering en wat de beperkingen eigenlijk allemaal zijn met drones. Als je heel sec de wetgeving bekijkt, dan ligt er altijd wel een N-weg of een snelweg binnen een straal van 150 meter in de buurt van je waterkering. Of een oude boerderij of een dijkhuisje of wat dan ook. Voor veel dijken gebruiken wij deze meetwagen ook om opnames vanuit de lucht te kunnen maken. Weliswaar dan niet met een drone, maar met een hele hoge telescoopmast. Waarop ook weer de multispectraal sensoren op bevestigd worden om toch vanuit de lucht een goede opname te kunnen maken voor een 3D-model onder andere. Dat was mijn presentatie.